Oké, beide geluidsrecorders staan tegelijk aan. Deze. Ik had een klein plekje aan mijn oorlog. Heb je dat niet in je linkervakje gedaan? Nou, dat, ja. Oké, deze is van L. Deze is van Edi. Samen gaan we zo meteen op stap vanaf Duitsland, Zwarte Woud, dag 4. Het is zo, ja, we hebben nog niet naar de weersverwachting gekeken. Ja. Wat voor dit? Ja, ik zie hem. Hup, eroverheen. Hup, en gaan. Ja, schuin induikt, dan weet ik niet hoe het gaat, zeg maar. Goedemorgen. Mijn naam is Edi, 1811-19. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik ben hier qua geluid even aan het knippen gegaan. Ik spreek hier een stuk tekst in waar ik mijn geboortedatum noem, mijn social security number. Wat ik zou willen als er een ongeval gebeurt, zeg maar, waarbij ik zelf niet kan beantwoorden. Ik doe dat met regelmaat in filmpjes. Dus dat heb ik er even uit geknipt en vandaar dat jullie ook niks horen op dit moment qua ons. El doet het later even ook. Dus een deel van dit stuk is gewoon alleen rijden en zonder geluid van ons. Er zit gelukkig geluid bij, over het algemeen. De eerste drie was dat eigenlijk niet het geval. Jammer genoeg. Ik ben ook benieuwd hoe de rest van de vakantie zich houdt qua stemmen, zeg maar. Maar goed. Ik hoop dat jullie gaan genieten van deze dag. Het is een transitdag eigenlijk. We gaan naar het zuiden van Zwitserland. Waar we dan het volgende filmpje 4 passen in één keer gaan rijden. Ik ga niet te veel info weggeven. Ik wens jullie veel kijkplezier. En ik zal zo nog wel even terugkomen met wat commentaar, denk ik.
No, thank you. No, no, no. That's an absolute no-no. Ja. Ja, ik wil even wakker worden, hoor. Met wat? Nou, met de bochtjes. En lullen tegelijk en dan denken over spelling en... Ik rijd niet hard, dacht ik. Nee, je rijdt niet hard. Je rijdt 55. Ja, je rijdt wel hard dan. Ik rijd 55. Unix hitte. Wellicht is het verstandig mochten wij in een dorpje langs een pinautomaat komen, dat we dat inderdaad even leegtrekken voordat we Zwitserland inrijden. Aan de andere kant in Zwitserland kunnen we er toch niks mee. Er is voor allebei iets. Dat? Er is voor allebei iets te zeggen. Ik merk de frisheid van de ochtend, maar om te zeggen ik ruik het, nee. Temperatuur 57 Fahrenheit. Ik herinner ook dat we bij de volgende stop even de camera erop gooien. Dit zijn te mooie beelden voor jou om niet te hebben van jouzelf, zeg maar. Dat is wel jammer. Ja, het lastige is, en daar kun jij niks aan doen. Het is nou, een uur en een kwartier, anderhalf misschien, en dan is de batterij leeg. Dus wanneer ga je filmen? Zou dat helpen als ik het dan wel met een battery pack doe? Want ik heb natuurlijk nog nieuwe zakken vrij, omdat ik het ding hiervoor heb zitten. Auto. Ja. Yep. Goed, denk er even over na. Kijk maar even. Ja, denk er even over na. Doen ze die putdeksels vlak voor een bocht? Wat is dat? We hebben hier in ieder geval. Hier ligt die na de bocht. Ja. Jezus, kom op wel. Ja, zoals je gisteren reed, rij je vandaag niet. Hallo, nog niet. Nee, ho, dat is geen kritiek. Dat is bij mij net zo. Dat geldt ook. Je moet warm worden, je moet er even opkomen. Ja, nou echt. Ja, maar zo werkt dat toch? En we moesten naar de benzinepomp, moesten we een of andere T-splitsing pakken? Ja, we naderen een T-splitsing. En daar gaan we dan zo meteen naar links. Want dan komen we op die andere route terecht. Oh wee, hè? I will kill you. Nou, maar niks verbaasd als we hier alles gereden hebben. Ah. Wanneer dan? Ja. Hi. Salut. Salut. Ah, Mesh Channel 1, oder? Mesh, ja. Mesh, ja. Willkommen. Ich hab meine Capri-Sonne noch nicht getrunken. Scheiße. Gib einfach Gas. Dann einfach der Rumpf an der Wolke. Ah, ja. Nö. Nee. An der rechts vorbei, denke Sali. Ich. Ja. Jetzt. Sali. Nein. Komm. Weet je, kun je draaien of niet? Klein stukje achteruit.
Oh, hij gaat vooruit. Wacht maar, wacht maar, wacht maar. Deze red ik ook niet in één keer, hoor. Kijk, waar jij een wil, voet op de grond. Ik kom, bring op. Nou, tadaa. Leer het wel. Nou, dan gaan we van de andere kant op. Ook goed. Oh, kijk die bergen. Bergen? Doodmoos, linksaf. Ja? Maar je nog even bij de Italiaan kijk. Nee hoor. Kunnen we wel doen. Maar, oh ja, draag. Nee. Een beetje happy, schatje. Ja, ik vind het jammer dat die ene route zeg maar niet oppopte, maar ach. Urenschein. Urenschein, ja ja. Het schiet net in mijn achterhoofd, ik fit, maar heb ik mijn kentekenbewijs. Oh ja, heb ik bijna een review. 3-3. 600 meter. Linksaf, maar. Wat een goede brein dan dingen aanneemt. Ja, hè? Auto's, ik zie er eentje met remlichten. Ik denk, oh, stoppen. Ja, dus je brein stopt het in het passende hokje. Ja. Maar of het klopt, dat is het tweede. Het is op zich wel een mooi weggetje, denk ik. Het is heerlijk wakker worden zo. Ik heb straks natuurlijk nog wel even een grindpad ingepland staan, hè? Ja, dat weet ik. Dat had ik al opgerekend. Maar dat geeft niet. Ik heb er stiekem mijn geitenpad achteraan gebakken. En dan rijd ik even op, ja? Ik kom me zo meteen wegwerksmede tegen met letterlijk een grindbak. God!
Aan de ene kant zou ik er voorbij willen, en aan de andere kant denk ik, wacht wel maar, vrachtwagen. Fietser, ja, precies. Ja, er zit van alles nog voor hem. Dus, ja. Het is helemaal prima. Gaan er wel overheen. Ja, dat is het. Dus eigenlijk zijn we er al onderdoor gegaan. Er komt een auto. Nog meer. Ja. Vrij. Oké. Dit. Vraag maar. Dat niet door dat we hier maar 70 mochten. Wegwerksmede, uiteraard. Nou, ik hoop zo dat jij met die vrachtwagen gewoon een stukje van jezelf terug gaat vinden. Dat mag. Hoop ik ook. En geen wegwerksmede. Regen, zei je toch? Niet volgens de radar. Oh. Ja, dat ziet er inderdaad wat onheilspellend uit. Aha. Ja. En dan staan we straks bovenop die pas. Dat duurt niet zo heel lang meer. En dan gaan we dan binnen door Zwitserland door. Ja, het alternatief is? Nee, dat is de vraag. Gaan we dan binnen door Zwitserland door naar Italië? Dat we een nachtje Zwitserland doen? Kan zeker. We moeten er 3 dagen op een camping slapen, maar. Nou ja, nou? Dan moeten we daarna wel 3 dagen op een camping slapen, maar. Ik denk dat we het budget net nog niet eens heel slecht doen, hè? Nou, we zijn in ieder geval bewuster mee bezig, dat vind ik al heel wat. Alleen deze wel even bijzetten. Ja, jij hebt 100 betaald, ik 50, hè? Ja. Trek je mail even open, dan schiet ik er even voorbij. Is goed, ik ga met je mee.
We hoeven geen snelheidsrecord te breken, maar als je 100 mag naar 60 blijven rijden. Oh. Ook op. Nee, dat mogen we er niet op. Dat mag niet. Nee. Wee. We gaan die man er eigenlijk kunnen helpen, hoor. Kunnen we vragen, ja. Dag, ze wilven. Afgebroken wiel. Afgebroken wiel, jezus. Ja. Daar kan ik niks mee. Hier verderop kun je eraf. Jo. Even kijken. Kun je mij doen? Ja hoor. Of de EDK. EDK is wat luxer. Oh, maar mijn gereedheid. Jij bent de Duitser met kennis, wat dat er gaat. Dol, wat is het? Heb je op natuurlijk. Ah, godverdomme. Ah, dat gaat wel, dat gaat wel. Kom maar. Auto van rechts, die komt achteruit. Witte Megane. Oh, die kijkt wel uit. Oké, wie gaat er even shoppen? Ik ga wel even. Is goed. Hi. Ah, oh, die man staat er nog steeds. Ja. Rechts zegt hij. Rechts, ja. Uit voor die Volkswagen, want die gaat daar weg willen. Het is warm, gek, jeetje. Ja, joh. Wat? Oh, die staat daar nu gewoon te staan. Wiel afgebroken, ja. Best wel een beetje lullig. Yep. Op je snelheid. Ja, ik zag hem al. Thanks. Dit is volgens mij de grens al. Yep. Ja. We hebben niks verkeerd. Nee, maar we hebben ook geen vignet. Dat klopt. Hoi.
Ik zit hier. Dingen bij shop. Nou. Komt er nog eentje? 70. Navigatie geeft aan dat we harder mogen. 80, ja, we zijn het 70 voorbij, hè? 70 kruis. Oh, die heb ik niet gezien. Einde 70, sorry, zo heet dat. Dat lijkt weer te hard. Oh, we zijn er bijna. Huh? Oh ja. Even kijken of we daar ergens een plekje vinden. Oh, het is geen excuus. Het is geen... Ik denk dat we verder naar boven kunnen, maar geen idee. Kijken of we hier even kunnen staan. Ja. Oh, nee, dat gaat niet. Hier hadden we kunnen staan, bij die meneer. Ja. Parkeerplaats, hier zo. Parkeerplaats. Op dit bochtje. Ook even L. Wat? Nou, dit.
Wat is er mee? Kunnen. Dan netjes. Het loopt hier af. Lekker toch? Oké. Ga erbij me, hè? Ja, dat doen we straks wel. Heb ik hem dicht? Ja, ik heb hem dicht. Oké. Kijken. Jo. Ja, kom maar. Denk jij, joh, zou dit dan de eerste pas zijn die we gaan doen? Nou ja, ik weet niet wat de definitie van pas is, maar we hebben in het Zwarte Woud al redelijk bochtjes gemaakt. Zeker. Maar niet met 16% daar. Wat lekker bochtje dit. Heerlijk. Kijk nou toch. Of Auschwitz, oftewel uit een rit. En die is vrij. Dat was hem dan alweer. Pas 1, check. Ah, klein detail. Ja, joh. Pop, pop, pop. Hij dit met 3000 toeren en hij is redelijk aan het afremmen op de motor, zeg maar. Nee. Terug naar 50. Pittig. Nou, we zijn wel. Lampjes achter ons, die zal misschien wat sneller rijden dan wij, wellicht.
scherper dan ik dacht. Veel scherper, ja. Dacht ik ook. Ik ga ook even. Oké. Ik wilde op een gegeven moment op het gas zitten. Nee, even wachten nog. Ja, maar dat. Goed, ik ga op het gas moeten. Heb ik mijn licht überhaupt wel aan? Ja, jouw lichten staan wel aan. Maak je geen zorgen. Met oogblik. Oeh, rotonde. Oh shit. Die is vermin. Die is heel gemeen. Wow. Ja, best wel. Kom maar dan lekker aan met je nachtig, zeg maar, en dan ineens. Ja. Knip bij de knip. Ja. Ik snap het. Duurde even, maar ik snap. Ik denk dat wij zo meteen de rechte baan aan gaan houden. Ja. Oké. Ja, maar. Nee. Oh, shit. Ja, dat is. Oeps. Nee, we gaan links, maar dat is een snelweg volgens mij. Jullie? Nee, dat is geen snelweg, dat is niet op rood. Nee, dat is geen snelweg. En dat is wel rood licht. Dat is wel snelweg. Gast. Wat? Als dat snelweg is. Hebben we een uitdaging? Dan moeten we even rechtdoor. Ja, we gaan rechtdoor. We moeten even doorgaan. Kun jij de groen zien rechts? Dan pakken we groen nu. Hij is groen, ja. Ja, rij maar als je kan zien. Motor rechts. Ja, gezien. Oh nee, zie je? Dat is geen snelweg. Oké. Nou, we kunnen keren, maar. Ja, ik weet nog even niet meer waar ik ben. Rechtdoor. Rotonde rechtdoor. Ja, die zie ik ook. Heeft hij hem opgepakt? Ja. Ah, nou prima. Dan pakken we er gewoon deze weg, joh. Ja, ik kan snel, sorry. Huh? Ik rem snel, sorry. Nee. Rotonde op deze plek, daarom moest ik lachen. Ah. Achtung voor de geschwindigkeit. Jetzt 30. Hi. Weet je, we zitten nu op dag 4, het is dinsdag. Ja. Yep. Nou, dan hebben we nog best wel tijd. Waarom? Ja, maar goed, dan hebben we dus ook de tijd om te zeggen van, nou ja, weet je, we rijden voor mij per Dordt net over de grens in Italië. We pakken daar een plekje waar we dan dag 2 blijven. En vanaf daar dus rondjes gaan rijden. Dat kan. Ja. Die post. En, helpt dat? Ja, het voelt wel alsof ik als een slak door die rotonde heen krijg, maar goed, het... Ja, ik ging niet heel veel sneller hoor. Het gaat juist bij het uitkomen, als je merkt dat die band slipt, dat betekent dat je dus te veel vermogen erop zet. En dat zul je dus moeten compenseren. Ja, maar dat is dus wel anders dan wat het was, want ik kon juist... Kijk eens. Ja. Ik kon juist, zeg maar, juist door die bocht heen, dat je dan dat die poep gas geeft. Ja. Dat was juist lekker van de rotondes. Ja. Dat redt die band dus nu niet meer. Dat is wat ik bedoelde, van misschien wel even naar de banden kijken, want dat verandert. Maar in welk land zijn we? Swiss. Zou hier misschien ander asfalt liggen? Kan. Dat is ja ganz möglich. Ja, sorry. Waarvoor, sorry? Ah, nou ja, dat was een beetje kort op de... Kort erop. Parkeerplaats, Helm. Wat? Het is een parkeerplaats. Moet ik naar jou toe? Nou ja, dat mag.
Piep. Wij zouden zonder... het Zwitserse ticket. God, ik ben een sticker. Zonder de Zwitserse tol zouden we door Zwitserland gaan. We zouden allemaal binnen doorgaan. Maar ja, watje zoals we zijn. We gingen net ook per ongeluk bijna de snelweg op. Ja. We gingen toch maar even een ticket halen. Achteraf voor 2 dagen. Nog niet eens, denk ik. 1,5 dag. Beetje jammer. Maar goed. Het is wat het is. Zal ik even kijken? Dus mijn broekje afgeeft. Ik heb gisteren die veeg daar weggeveegd. We zitten nu weer. Dat is mijn broek. Kunnen we? Kunnen we? Ja. Ja? Ja, ja, ja. Ja, sorry, ik wist niet of mijn microfoon het deed. Hey. Even kijken hoor, het huis zit ons daarheen. Nou, oké, daar. Joehoe! Ja. Nou, okay. Ik denk dat we naar een leuk plekje gaan. Hallo? Hallo? Ja, hi. Ja, hi. Ik ben benieuwd of we daar een overnachting kunnen vinden in die buurt, maar... Nou, gaat zien. Ik denk dat dat op zich wel moet kunnen. Het voelt goed dat er een missie zit, zeg maar. Ja. Ja. Oeh, het voelt meteen weer warm worden. Ja. Yep. Paulette. Dat zal de eigenaresse dan wel zijn. Ja. Ja, aan de rode nagels zien. Ja, precies. Geniaal. Ah, oké. Okay. Richting Berg. En heb je nu ook de indruk dat die slipt? Nee, maar ik rijd nu bewust met gedoseerd gas, zeg maar. Dus niet, ik ben hem niet in het randje aan het doen. En dit is al door asfalt. Ja, dan heb ik het. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Nou, risico, hele Italiaan. Wat zeg je? Dat is een risico wat jij neemt. Hé, ja. Zo. Fucking hell, hé. Wat? Niks, joh. Ah? Niks, joh. Doe jij lekker. Ja. Ik geniet even van het uitzicht, goed? Ja. Hebben we hier thuis rook? ja. Brutale zijn eentjes, ja, die wel, ja. Bergen, maar bergen die uit het meer omhoog reizen, de wolken in, hebben we echt niet thuis kunnen kijken. Godzorg. Hier zit zijn vlag daar. Waar? Daar op de berg, links. Oh, ja, 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 inderdaad. Grappig. Graaf. Ja. It's a piece of art. Ik ga ietsje sneller rijden, denk ik. Ach, wel.
22 kilometer is de volgende pomp op de route. Ja. En ik denk, zeker als we overwegen om op pas te gaan rijden, dat we toch wel even moeten tanken van tevoren. Dat is op zich geen slecht idee. Dan kunnen we ook gewoon even bijtanken, zeg maar, letterlijk. Ja. Dat is ook voor onszelf. Ik denk dat het helemaal geen verkeerd idee is. Shit. Wat? Wat? De prijzen. Ja. Ja, maar dit is Frank, hè? Dit is wel Zwitserse Frank. Ja, dat ja.
Gaat dat lukken of moet je een handje geven? Help maar even. Ja, kan die? Fijn, kom maar. Draai hem gelijk even, wil je? Hop, hop, dank u. Dank u. Ja, alsjeblieft naar voren, dan kan ik niet meer op. Dank u. Ik kom maar uit gelach. Ik ga al. Godverdomme, ik had achtervolgd door een potpijn, hè? Oh ja. Heb jij je lapjes aan? Ja. En ze zitten echt niet goed, maar ik hoor je. Over 600 meter zou het er moeten zijn. Ja. Ah, dat lijkt me sterk. Nou, dat mij niet. Ik ben heel erg gelukkig van gaan worden. Dat zeg ik. Dat lijkt me sterk. Zet hem hier eens aan de kant, Hel. Oh. Kan het nog namelijk. Even kijken. Ik kan hem niet van de rem afhalen, tenzij ik afstap. Kan jij... kan jij wat zien? Of nee? Ja, wat wil je dat ik zie dan? Op jouw telefoon? Nee, want die zit in mijn ding. Dat is... Wat? Wat wil je? Ja, wat wil jij? Als jij op de telefoon wil kijken... Oh ja, god, ik ben natuurlijk de enige met internet. Oh, okay. Ik heb jouw rem. Die Google Maps of zo, ja precies. Doet de... 20 minuten nog? Oh, kan zeggen. Oké, kun jij... Hij heeft het goed. Hoezo heeft het goed? Over 150 meter is de rotonde, dan gaan we die kant op en dan ben je er. Dat peentje op de rotonde, dat is het hotel. Ik word er niet blij van, maar... Huh? Ik, Hoi. Kun je eens iets... Wat wil je dan? Kijk, hij zegt, geeft toch... Hij geeft wat? Kijk, het lijntje loopt toch verder? We gaan toch niet over de rotonde, kijk. Oké. Hier staan we. Ja. Dat is de rotonde. Gaan we rechtsaf, volgen we de weg. En dan zijn we er.
Okay, daar. Dat is toch niet wat die aangeeft? Zegt, u bent gearriveerd. Ja, het is dus daar. Het is een stukje verder, zeg maar. Het is daar de rotonde en dan is daar. Dus rotonde rechts. Rotonde rechts, bochtje links. Bochtje rechts. Rotonde rechts. Rechts, rechts, links. Oké, nou. Ik heb hem op mijn... Heel goed. Op mijn kop staan, dus hij klets mee. Laat je maar even op je kop zitten. Tom had dus niet gelijk. Nee. Maar het zit dus wel echt vlak naast de weg. Dat zaten we met het hotel aan de zee. Zaten we dat ook en dat ging prima. Dat is waar. Oké, kunnen we? Ja. Yep. Nee, wacht, auto. Yo. Dus rotonde naar rechts. Rotonde eerste afslag doorrijden op Gotthardstrasse. ...500 meter links, dat is hem. Eerst nog een bochtje naar rechts toe, zal ik... ja, dat was deze. Kut, ik zie niks. Dan zijn we net nog rechtsaf. Moet het hier ergens zijn? Hotel. Hotel Gotthard? Ja, ik. You'll find it. Oeilala. Ja, ja. Zeikert. Wat was er dan? Ja, die zat op mijn kont. En wij gingen natuurlijk ineens linksaf. Ja. Zal ik even kijken of ik naar binnen kan? Wat wil je naar binnen dan? Vragen of we al naar binnen mogen en zo. Oh, oké. Okay. Ja, is goed. Oh, kut. Zo, nou, dit was hem dan. Hotel Gotthard. Zo snel als dat ik kan, zal ik het volgende filmpje gaan posten. En dat wordt echt een hele mooie route. En ik denk ook niet dat ik die in ga korten of in tweeën ga hakken of zo. Misschien maak ik er wel vier filmpjes van, het zijn vier passen. Ik kijk wel even hoe ik dat doe. Maar... we zijn aan het einde van dit filmpje. Ik wens iedereen een hele goede avond, dag, weekend, wat het ook zijn mogen. En bedankt voor het kijken. Hierna komt de route nog even in beeld. Als er verder nog mensen zijn die daar feedback op hebben, graag. Ik ga even kijken of ik de gemiddelde feedback een beetje kan verwerken in de route. Bedankt voor het kijken nogmaals en tot de volgende keer.
Nou, dit is iets wat jullie niet merken, maar we zijn inmiddels een paar uur verder. Ik heb geprobeerd die GPS-bestanden die ik heb om te zetten naar een video-achtig iets. En het is me gewoon niet gelukt. Dus mijn tijd zit er ook een beetje op. Ik wil deze video graag deze week online hebben. Dus heb ik even een zootje foto's er nog achter geplakt. Die had ik gelukkig nog wel. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Hoi.